Goed. Van me is gevraagd om iets te gaan vertellen over het bezweren van angsten. Ik ga het soms hebben over tribale culturen, soms noem ik gewoon primitieve culturen. Ik weet niet zo goed hoe je het moet benoemen, maar ik moet erover praten. Ik hoop niet dat ik iemand beledig wanneer ik zeg primitievelingen. Het gaat over maatschappijen die in zekere zin dichter bij de oorsprong van de mens staan. En zij leefden in gebieden die nogal gevaarlijk waren voor ze. Er was nauwelijks gezondheidszorg, gevaarlijke dieren en dan de andere mensen die daar ook wonen. Omstreeks 1915 heeft Walter Bradford Cannon wetenschappelijk het verband aangetoond tussen zoogdieren en mensen, waarbij hij stelt dat een reactie op angst voor een dier is vechten of vluchten. En bij mensen is dat ook zo. Alleen voor mensen is er nog een tussenmogelijkheid, en dat is het maken van kunst. Dus vluchten laat ik dan even daar liggen. Je agressie uiten door middel van kunst, daarmee kun je ook wat doen tegen je angst of tegen de tegenstander, de vijand. Ik wil beginnen met het voordragen van een gedicht van Gerrit Achterberg. Het heet Het meisje en de trom. Zij had een trom gevonden om te slaan. Toen werd zij van metaal tot in haar tanden en trok een tinteling naar beide handen om op de trommel met stokken te slaan. Om met de trom op het toneel te staan, achterover gebogen aan de banden, haar verbonden met de bonzen van de gespannen wanden van dit gromorgaan. Haar ogen zijn gesloten, want zij voelt het ritme door haar lichaam zegevieren. Een drift die zich op de roffelen koelt. Offer en overmacht slaan in elkander om. Meisje en instrument paren als dieren. Het levend meisje en de dode trom. Dit gedicht heb ik niet voorgelezen per se omdat ik een trommel heb meegenomen. Maar omdat hier iets gebeurt. En dat is iets wat ik het magisch moment noem. Je hebt een dode trom, een voorwerp, een stuk hout, wat bewerkt wordt. En dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht tot een persoon. Die persoon heeft het gevoel, als ik die trom vastpak, dan moet ik daar iets mee doen, dan moet ik daarop slaan. Dan ontstaat er een ritueel. En opeens komt de trom tot leven. Die raakt bezield door dat trommelen. Er komt geluid uit. En dat trommelen doet weer wat met die persoon. Die voelt van, hé, er is iets. Ze paren als dieren. Dat magisch moment, dat is wat in de niet-westerse culturen gebruikt wordt om voorwerpen, dingen te bezielen. En om ze vervolgens als instrument te gebruiken om andere mensen angst aan te jagen. Ik neem jullie mee naar het zuiden van Congo, aan de kust, noorden van Angola. Plaatsje Cabinda, Futila. En daar is dit beeldje gemaakt. Het ziet eruit als eigenlijk een vriendelijk mannetje. Er zijn veel mensen die een associatie met Zwarte Piet hebben, vanwege de veren en de aankleding die hij heeft. Maar dat is het. Dankzij missionarissen zoals deze twee, links Leo Pieter-Mieu en rechts Pater Canon, weten we veel over het gebruik van dit soort voorwerpen bij die stammen. Op het moment dat zij daar hun missiewerk verrichten, hadden ze het briljante idee om te doorgronden hoe die culturen werkten, zodat zij daar beter een invloed op konden krijgen.
vooral Leo die heeft verteld over de dorpstovenaar, de nangen. Dit is zo'n man. Je ziet dat hij zelf ook een hoedje op heeft met veren en witte verf om zijn ogen. Nou, die witte verf slaat op helderziendheid. Wanneer je zo'n beeld bezat, kon je bij de nanga op bezoek gaan. En dan kon je iemand vervloeken. Je kon hem zeggen van nou, die en die, die valt me lastig, die heeft waarschijnlijk van mijn akker gestolen. Of ik vermoed dat hij ervoor gezorgd heeft dat mijn vrouw is ziek geworden. En ik wil graag betalen ervoor dat jij deze persoon najaagt door middel van mijn fetish. Nou, die nanga gaat aan het werk en die knoopt bijvoorbeeld zo'n hoofdband om het hoofd van dit beeldje. Dat is niet om een warm hoofd te krijgen, maar om het beoogd slachtoffer te lastig te vallen met enorme hoofdpijnen. Die nekband, die kraag, dat is een gifkraag. Er zit een hele hoop narigheid in. Het zorgt ervoor dat iemand bijvoorbeeld niet meer kan praten. Ga zo maar door tot aan nekkanker en tumors en ga zo maar dat soort dingen toe. Op zijn buik heeft hij een kastje en daarin zit een hele hoop magische stof. Onder andere klei die uit graaf wordt gehaald, die doorzeeft of die zich gevuld heeft met vocht van lijken, gefermenteerd lijkenvocht. Dat zit daarin. Dus dit is een naarmaatje. Wat gebruikt kan worden om mensen zich ongemakkelijk te laten voelen. Want mensen geloven daarin. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat wanneer iemand een posttraumatisch stresssyndroom onbehandeld laat, dat hij daarvan kan sterven. Je hoort wel eens van echtparen dat de man is overleden en dat een maand of drie later de vrouw sterft. Dat is een biologisch proces. En op het moment dat iemand het idee heeft dat hij vervloekt is, kan dat ook met hem gebeuren of met haar. Hij zal niet meer eten, wordt verstoten door de stam, want de stam denkt van ja, die vervloeking kan besmettelijk zijn, dus we willen niks meer met die persoon te maken hebben. En mensen gaan er werkelijk van dood, van het idee dat ze vervloekt zijn. Met als gevolg dat Zwarte Pietje hier een roem krijgt als zijn sterk fetishbeeld. Hij heeft die al laten creperen en die andere ook. Dus pas maar op. Vraag niet om de toren van de eigenaar van Zwarte Pietje, want dan zullen we hem krijgen. Ik ga nu naar een ander gebied. De zuidkust van voormalig Duits Nieuw-Guinea, de Papua-golf. En daar werden dit soort planken gemaakt. Het ziet eruit als een schild, maar het is een plank. Het stelt een clan voorouder voor. En voor een eigenaar van zo'n plank was het een heel trots bezit. Ik bedoel, je had daar aanzien door wanneer je zo'n plank bezit. Hij heet Gope. Hij zorgt goed voor je en voor je stam, voor je kinderen, voor de vruchtbaarheid op je akker. Maar hij is ook enorm bloeddorstig. Hij wil namelijk gevoed worden met gesnelde koppen van de vijandelijke stam. En dit is het interieur van een mannenhuis, een foto uit de jaren 20. En je ziet daar links dat daar een rek is met allemaal gesnelde koppen erin. En daaraan werden de Gope-poorden geknoopt. En om de zoveel tijd dan moest dat aangevuld worden. Om ervoor te zorgen dat die Gope goed voor je stam bleef zorgen. Nou, het was een heel bijzonder ritueel. Het begon zo'n beetje met dat de zon onderging. Iedereen feesten en dansen en flink trommelen, zodat de mogelijke slachtoffers het al horen in de nacht. Aan het einde van de avond werden de Gope's losgemaakt van de schedelrekken
en werden ze met hun gezicht naar beneden in het zand gelegd. De krijgers gingen slapen en de gopes, de geest van die gope, die snelde vooruit om de toekomstige slachtoffers alvast te verzwakken. Je kunt je voorstellen dat wanneer je weet dat er gopes hangen in het naburige dorp waarmee je niet op goede voet staat, en je hoort het getrommel, dan weet je hoe laat het is. Maar ook zij hadden naburige dorpen waar ook gopes waren. Dus zij leefden altijd op dat randje van, oh jee, is het weer zo laat. Misschien moeten wij maar eerst gaan voordat zij bij ons komen.